Welkom bij dit filmpje over Photoshop. Mijn naam is Mike en ik ga even kijken naar de retoucheermogelijkheden binnen Photoshop. Ik open daarvoor een foto uit mijn bibliotheek. Dat is dit portret. Je kunt ook een andere foto gebruiken, maar deze foto heeft erg veel sproeten. Je zou die misschien weg willen hebben, wegretoucheren. Dat is wat meer werk dan een gemiddeld krasje of een foutje of een oneffenheid. Want hier zijn nogal veel sproeten. Nou, een gereedschap wat je daarvoor kan gebruiken is de snelretoucheerpenseel. Dat is dit gereedschap. En als je het gereedschap kiest, dan kun je daar die sproeten mee weghalen. Maar ik bedenk me dat ik nu wil inzoomen om dat nauwkeurig te doen. Daarvoor pak ik even het vergrootglas. Ik bekijk de foto nu op 100%. En als ik inzoom een paar keer klikken op die plek, dan zit ik nu de foto op 400% te bekijken. Door Alt te klikken, zoom je ook gewoon weer uit. Inzoomen en Alt klikken, uitzoomen. Wil je jezelf verplaatsen in de foto, dan kan je die scrollbalkjes gebruiken om het beeld te veranderen. Maar handiger is het om het handje te gebruiken. Gebruik het handje van links naar rechts en boven en onder om veel sneller te navigeren door een ingezoomd beeld. Ben je met een ander gereedschap bezig, bijvoorbeeld het zwarte pijltje, dan kun je ook de spatiebalk gebruiken. Hou de spatiebalk ingedrukt, verplaats de afbeelding, laat je de spatiebalk los, dan ga je weer verder met het gereedschap waarmee je bezig was. En dit is ontzettend handig, deze sneltoets, de spatie, en zal ik ook veel gebruiken. Hij werkt overigens ook in alle andere applicaties van Adobe, zoals Illustrator en InDesign. Dus een handige toets. Ik schakel even naar het snelretoucheerpenseel en als ik die heb, dan kan ik de afmeting van de kwast beïnvloeden door de vierkante haakjes rechts van de letter P op je toetsenbord. Je kunt ze hiermee groter en kleiner maken en dat werkt heel praktisch en snel. En door gewoon te schilderen kun je oneffenheden in de foto weghalen. Wat Photoshop doet is hij kijkt naar de omgeving en probeert jouw oneffenheid op die manier weg te halen. En als je niet van sproeten houdt, dan is dit een manier om die hele afbeelding af te lopen. Maar het is natuurlijk wel veel werk. Nou, dat gaat aardig goed. Ik ben al aardig wat sproeten kwijt. En een ander gereedschap wat je zou kunnen gebruiken is niet de snelretoucheerpenseel, maar de gewone retoucheerpenseel. Ook hiervoor geldt dat je de kwast uiteinden groter en kleiner kan maken met de vierkante haakjes. En het idee van dit gereedschap is dat je iets kopieert hier en dat schildert daar. En om aan te geven dat je dit wil kopiëren, hou je de Alt-knop ingedrukt, je muis verandert in een vizier, klik en ik schilder hier. Nou, dat schilderen, dat mengt die met de oorspronkelijke kleuren en hetgeen wat jij daar overheen schildert. Dus dat is fraai, want dan valt het niet zo op. En ik moet vaak die Alt-knop gebruiken. Klik Alt, want als ik hier schilder, hij leest het bij het kruisje, ga je te ver opzij, dan schilder je vanzelf die haren weer in beeld en dat wil je niet. Even ongedaan maken. Dus Alt-klik. Dit wil ik hier schilderen, ik ga niet te veel opzij. Alt-klik, dit wil ik ook wegschilderen. Alt-klik, hier nog een keer schilderen. Zo, hier Alt-klik, dat wil ik ook een beetje schilderen. En zo schilder ik een heel eind in de rondte. En voordat ik het weet, ben ik de sproeten wat meer kwijt. Nou, deze aanpassing is wel aardig zo. Ik schilder nog wat meer en ik gebruik telkens de Alt-knop op een goed stukje. Dus hier Alt-klik en ik schilder het daar zo'n beetje. Nou, en nu is de foto toch vergaand aangepast. Ik zoom eventjes uit. Ik denk van dit ziet er beter uit. Ja, is precies goed. Nou, wat zou ik nog meer kunnen doen met deze foto? Even kijken, ik laat het gereedschap los, pak het zwarte pijltje. Kies even filter en kies uit het lijstje natuurlijke filters. En in het dialoogscherm wat verschijnt, vind je hier een aantal filtermogelijkheden. Die zijn hartstikke interessant allemaal, zoals
Nou, ik weet niet. Er zitten. Nou, probeer ze allemaal. Dat is het idee, hè? Het is net spaar ze allemaal, maar dan met filters. Skin smoothing. Skin smoothing. Even kijken. Dus het gladtrekken van het gezicht en verwijderen van oneffenheden en acne. Nou, dat wil ik. Dus ik zet deze filter aan. En dan krijg ik twee schuifjes. Nou, doe maar wat van dat spul. En als ik ze aanzet, moet mijn computer even goed nadenken, want het is wel pittig. En dan zal hij het gezicht zal hij proberen een beetje ja, strak te trekken, als het ware. Nou, dit is het resultaat. Behoorlijk heftig geworden. Dit is behoorlijk glad hier geworden. Hier heeft hij ook behoorlijk veel gedaan. Het fraaie van deze filter is, hij maakt het ons ja, een beetje. Hij blurt het, hij vervaagt het. Maar hij doet het niet bij de ogen. Die houdt hij mooi scherp. Alleen bij die gebieden hier maakt hij alles veel vager. We zijn ook zeker weten een hoop sproeten kwijtgeraakt hier op de wangen. Nou, dus dit wil ik. Ik druk op oké. En de aanpassing die hier gedaan is, is in die nieuwe laag erboven gekomen. En die laag die ga ik even samenvoegen. Dus ik selecteer ze allebei met de shift-knop. Klik rechts met de muisknop en kies één laag maken. Nou, dit vind ik wel aardig. Maar ter afronding zou ik de ogen wat groter willen hebben. En dat kan ook. Wederom via het menu filter. En dit keer geen natuurlijke filter, maar liquify. Of in het Nederlands uitvloeien, denk ik. In het menu wat verschijnt, kun je hier elementen van het gezicht openklappen, zoals ogen. En als je het kettingje aanzet, zal het linker en het rechter oog tegelijkertijd vergroot en verkleind worden. En ja, dit is eigenlijk precies wat ik wil. Dus de ogen mogen wel 50% groter of ietsje minder, zoiets. Ja. En ook de mond doe ik. Even kijken. De bovenlip. Ja, die mag ook wel wat groter. Ietsje groter. Ja, zeker 40%. Ja, en zo is hij precies goed. Dus als ik op oké druk, dan ziet dat er veel beter uit dan het begin. En het is leuk om te bekijken als ik het deelvenster geschiedenis open of history, dan ben ik hier helemaal onderop. Scroll ik naar boven, dan was dit waarmee ik begon. En zo kun je in de geschiedenis vooruitlopen. Ik sla alle stappen over en kijk naar het eindresultaat. Ja hoor, ja, dit is stukken beter. Ja, helemaal veranderd. Nou, misschien moet ik nog even oefenen, maar ik heb wel aardig wat geretoucheerd.